Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minnebo. Ik ben een journalist en ik schrijf over popcultuur. Ik schrijf daarom ook heel veel over strips. En dit is weer een aflevering in de rubriek Beste Boeken. Dat zijn namelijk dat zijn mijn favoriete boeken die in de kast staan, zeg maar. En die wil ik graag aan jullie laten zien. Het zijn vaak boeken gerelateerd aan strips. Of niet per se trouwens, maar wel boeken die mij inspireren. En waarvan ik gewoon heel blij ben dat ze bestaan. En dat ik ze in de kast heb staan, zeg maar. Dit boek is van Serge Baken. Dit is de eerste in een reeks van 7 dikke boeken die ooit bij uitgeverij Extra zijn verschenen. Deze heet Prefab. Het is een boek uit 2008. Serge Baken is een Belgische stripmaker, illustrator. En eigenlijk is het een combinatie van allerlei beelden die hij heeft getekend in een bepaalde periode. Serge noem ik ook wel het tekenbeest, omdat hij zo snel werkt en mooie dingen maakt. Echt een woeste tekenaar als in heel veel productie. En dit boek is dus eigenlijk een soort samenvatting van wat hij dan in die periode heeft gedaan. En er zijn er wel dus meerdere van verschenen, maar ik wilde deze laten zien, omdat dit de allereerste is die in die reeks is verschenen. Het is eigenlijk een soort artboek. Ik zal een klein beetje uitzoomen, dan kun je iets meer zien. En ik weet dat andere stripmakers dit soort boeken van Serge graag openslaan om zich te laten inspireren. En ik als liefhebber van grafisch werk ik vind het ook heel fijn om naar dit soort werk te kunnen kijken, om het erbij te pakken. En gewoon om te staren naar de beelden en naar de poppetjes soms. En het is gewoon heel erg inspirerend, vind ik, om dit soort dingen door te nemen. Kijk, daar hebben we prints. Nog meer prints. Het zijn soms schetsen. En hij heeft ook dus in de andere boeken zijn opdrachttekeningen zijn er opgenomen. Ook wat bloot hier en daar. Hij heeft ook een boek met Ladies First. Met allemaal mooie naakte dames. Ja, die kan ik op YouTube natuurlijk weer niet laten zien. Want dan gaat het achter een slotje en zo. Dat is allemaal gedoe. Ik mag Serge heel graag. Ik heb hem een paar keer geïnterviewd in de loop van mijn carrière. En één keer had hij een expositie in Lambiek, wat toen nog in de Kerkstraat was. En tijdens dat video-interview heeft hij een portret van mij getekend. Dat was heel tof. En dat doet hij dan ook gewoon eventjes, weet je, als Serge. Daar draait hij zijn hand ook niet voor om zoiets eventjes te doen. Dus dat was erg leuk ook. Maar het is alweer een paar jaar terug. Kijk. Mooie dingen, man. Ik hoop dat jullie een beetje geïnspireerd raken ook door deze vlogs Beste Boeken. Dat je denkt van, oh, dat is een boek wat ik graag wil hebben. Dus Prefab of een van de andere vele boeken die Serge heeft geproduceerd bij uitgeverij Extra. Als je denkt, ik ben wel geïnteresseerd in zijn stripwerk, dan kan ik je Sugar aanraden. Dat is een boek over zijn kat Sugar. Dat is echt ook grafisch heel erg tof. Misschien laat ik dat ook nog wel een keer zien. Dat is ook een van mijn favoriete strips. Ik heb deze toen gekocht op Strip Turnhout, weet ik nog. Op de zondag, volgens mij, was dat een van de edities van Turnhout. Ik denk in 2009. De editie van 2009. Dat was toen een heel leuk festival. Strip Turnhout. Echt met leuke items en mooie exposities. Oh, het zijn wat blote dames. In allerlei verschillende poses. Nogmaals, omdat het YouTube is, blader ik daar even snel doorheen. Want zelf persoonlijk heb ik daar helemaal geen bezwaar tegen. Tegen mooie getekende blote dames. Ik zal nog even dit laten zien zo. Nou ja, ik hoop dat jullie een beetje een indruk hebben gekregen van het boek. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie reactie hierop is. Vind je dit tof? Vind je dit soort artbooks erg tof? Inspireert het je ook? Of je nou een tekenaar bent of niet? Ik denk als je een tekenaar bent, misschien wel. Misschien heb je nog wel een tip voor andere artbooks van andere makers. Dat je zegt van, nou, dit vond ik echt helemaal te gek. Dat heb ik in de kast staan. En dat inspireert me iedere keer weer. Dat hoor ik dan graag van je.
Zoveel te zien. Anyway, Serge heeft het ook nog even voor me gesigneerd met deze tekening. Super tof. En nou ja, dit is dus Prefab van Serge Baken. Een van de beste boeken die ik in mijn kast heb staan. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. En ik zou zeggen, op naar de volgende.